Hier gaat de lucht in. Mooie manometer. Mooie pin erin. Laat je biertje opvallen. Boom. Weg bier. Ik heb hier versie 1 van de biermortier. Dat moet ik misschien even uitleggen. 3, 2, 1. Dit is Laurens. En op een maandag sprak hij de wondere woorden biermortier. Hij had namelijk bedacht, hoe vet zou het zijn als je iets hebt waar je een biertje in kan doen. Als die de grond raakt, of de onderkant, dat die gelanceerd wordt. Zoals een mortier eigenlijk. Nou ja, ik had niet heel veel meer nodig. Dus, op een doordeweekse vrijdagavond zijn we aan de slag gegaan. We moesten wat frezen, we moesten wat draaien, een beetje lachen af en toe. Uiteindelijk het hele geheel in elkaar schroeven, in elkaar lijmen. Zoiets dacht ik. Ja. En toen konden we de eerste test gaan doen. Dat lijkt succesvol. I love it when a plan comes together. Ja. Ik denk dat hij best wel ver gaat. De tennisbal ging redelijk. Jawel. We gaan nu voor een blikje bier. Schutters. Zin in één. Drie, twee, één. Hoe kan je een blikje zo in elkaar krijgen? Indrukwekkend. Het ging best wel heel goed, totdat het niet meer goed ging dan. We hebben hier de buis en daarin zit natuurlijk die andere buis. Maar daar is een klein probleem ontstaan, waardoor die niet meer zo goed zijn druk vasthoudt. Dus dat moeten we even oplossen met een stevigere buis. En dan kunnen we door. Oké, we hebben besloten om een nieuwe buis te nemen. Maar die hebben we nu niet. Dus we hebben nu de oude buis genomen en ingekort. Toen dat helemaal verholpen was, konden we door met het serieuze testwerk. Zo moesten er bijvoorbeeld ook andere dingen getest worden. Met meer... Of vooral minder succes. Dat is jammer. Maar waar het natuurlijk echt om draaide, we moesten met volle blikken gaan testen. Een vol blik. Zien we hier. Gaan we doen. Half bar. 3, 2, 1. Zie je, valt reuze mee. Oké. Doe dan maar 1 bar. Oké, druk. 1 bar. 3, 2, 1. Ai. Nou, dan drinken we die niet meer. Proost. 3, 2, 1. En zoals bij elke test, 1 zegt niks, 2 is toeval en met 3 begint het ergens op te lijken. Je was al aan het afstellen toen realiseerde ik me van, ja, maar als je straks aan elkaar ploft, sta ik wel dichtbij. We waren hier al redelijk van onder de indruk, maar de echte test, die moest nog komen. Namelijk, kan je een blik bier erin laten vallen, glijden, en dat het dan werkt zoals bedoeld. Dat hij de pin raakt, dat hij wegschiet. Ja, na deze eerste test leek het ons een beter idee om de volgende keer een iets rustigere plek te zoeken met iets meer ruimte. Jawel, we hebben een mooie locatie gevonden om de biermortier te gaan testen. Probeer het niet thuis, doen wij tenslotte ook niet. Dus we gaan hem oppompen. Gaan we kijken of hij doet. Om er weer een beetje in te komen, besloten we om nog 1 keer een tennisbal te testen. Op een iets hogere druk. Om te kijken hoe ver die nou echt daadwerkelijk komt. Nou, dat valt niet tegen. Dat viel niet tegen, die is best wel ver. Hij wordt nu gehaald. Straks wordt Echi. Ik door de herrie heen, dit is hoe het werkt. Ik heb hier een lipo, 24 volt luchtpompje en hier een reservoir. Zonder het reservoir kun je eerst die plug niet de goede kant op doen. Dus we gaan straks hem hier openzetten. En dan gaat dat in één keer goed. Nu had ik net een nieuwe snijplotter, dus ik kon het niet laten om nog snel even een stickertje te snijden voor op de biermortier, zodat we buiten niet te veel de aandacht zouden trekken. 3, 2, 1. En... Ach,
staan. Ben ik niet onwijs onder indruk, want dit is wel conform verwachting. Maar ik ben wel heel blij. Ja. Dus, de mythe, een blik bier zo een festival in smokkelen. Prima. We gaan nu naar 3 bar. We waren net op 2 bar. Ging die 60 meter. Ja, volgens het schaalt redelijk serieus op. Dus ik verwacht dat met 3 bar dat we wel, 61 zeker wel. Daar gaan we voor de 3 bar test. Ja. Ja. Die rook. Ja. Heeft u iets kunnen vinden? Ja. Ach nee. Nou, het is gewoon aan de bovenkant open. Ja, zonde. Ik zie niks geks. 4 bar. Ik heb geen idee waar die is. Is die al geland? Daar! 99, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 meter. En gaat hij maar. Als je hem nu hard neerzet. Dat was een goed idee, hè? 4 bar. Los. Ja. Er is geen bier gewond geraakt tijdens het maken van deze film.